Vertrouwde service in een nieuw jasje. Garage van Curingen is al jarenlang BOVAG lid en wordt jaarlijks onderworpen aan de strenge kwaliteitscriteria die door de BOVAG zijn opgesteld. U heeft de keuze uit een ruim assortiment gebruikte auto's. De auto's zijn voorzien van de Nationale Autopas en minimaal 3 maanden BOVAG-garantie. Garage van Curingen aan de Kolmakker 1 in S is geopend van maandag tot en met zaterdag. Of bel voor een afspraak. Hallo beste kijkers, we staan hier in Haren en we zijn hier op zondag 2 juni en we zijn hier voor de Tuin van Brabantloop. Vandaag gaan hier zo'n 30 kinderen een rondje hardrennen, gaat om ongeveer een kilometer en ongeveer 225 volwassenen gaan hier hardlopen. Dat doen ze deze keer een beetje anders dan andere jaren. Er is een rondje uitgezet van 5 kilometer en er wordt gelopen 5 kilometer, 10 kilometer of 15 kilometer, individueel of een estafette van 5 kilometer. En dan zijn het met 3 lopers is het dan. Nou, het belooft iets heel bijzonders te worden, want het is vandaag heerlijk weer. Zonnetje schijnt hier heerlijk, lekker fris windje. Eigenlijk ideaal om lekker te sporten vandaag. De stemming zit er helemaal in, dus we gaan eens kijken wat de dag gaat brengen hier bij de Tuin van Brabantloop 2013 in Haren. Ja, en dan zijn we er meteen bij. De start. Het is precies 12 uur. De start voor de loop van de 30 kinderen. En we waren erbij. Die gingen toch hard, zeg. Jongen, jongen, jongen. De 4 minuten is de eerste al binnen. Dat is hartstikke mooi hier bij de Tuin van Brabantloop. Stak al op. Ja, dan komt nummer de volgende. Kijk eens. Jongen, dit zijn de echt hardlopers. En daar de dames, de snelste dames komen hier binnen. En nummer 5. Wat een snelheid. Kijk eens, dit gaat hartstikke mooi. Nummer 361 en hier 377. Helemaal rood van de warmte. En het gaat maar verder. En we zijn pas een dikke 4 minuten onderweg. Hier in de Tuin van Brabantloop in Haren op zondag 2 juni. Is helemaal in het blauw. Wat een tempo, prachtig. Nummer 10, oh, hij loopt bijna verkeerd. Zo hard gaat hij, vloog uit de bocht. Ja, hier een groepje van 4. Maar dan nemen er 2 een eindsprint. Ja. En we zien het, er is zelfs sponsorreclame bij. En hier nog een solo. Samen met pa. Pa loopt binnen door. Pa loopt binnen door. Dat is niet helemaal legaal. Maar zo'n lief die komt hier over de finish. 5 minuten 37 en hij is er. En hier weer een goede begeleiding voor 366. Deze vader die loopt wel de hele bocht. Ja hoor, daar komt hij aan. Weer eentje over de finish. Ja, 364. Oh, nog even verder. Ziet er moe uit. Kom, nog een klein stukje. Fantastisch. En hier weer een groepje. Begeleid met ouders. Ja hoor, het gaat hartstikke goed. Zo. En hier komt de volgende aan met een roze petje. 374. Kijk, knap hoor. Nummer 374.
kijk daar, dat is een kleine solo. Minnie Mouse komt eraan gelopen. Wat een tempo, schuin door de bocht heen. 6 minuten 47, fantastisch. En de volgende komt eraan. Fantastisch. Nog een klein stukje voor deze kleine jongen. Niet vallen, even doorlopen. Kijk eens. En het publiek is dol enthousiast en moedigt de kinderen aan. Dit is hartstikke mooi. Wat een feest hier in Haren. Ja, in totaal zijn er 30 kinderen zo ongeveer gestart. En dit zijn toch wel de laatste zo'n beetje. Hier nummer 387. Een luid applaus, want hij heeft het gehaald. Hij loopt zelfs nog een stukje om. Kom, nog even onder de films. Dat is een applaus voor Niels. Hij is er, hij heeft het gehaald. 8 minuten 52. Hoi, hoe heten jullie? Felina, Isa. Oké, en jullie hebben net ook meegelopen. Hele mooie medaille hebben jullie. En hoeveelste waren jullie? Ik was derde. Derde, wow. Goed hè, en jij? Vierde. Jullie kwamen samen binnen hè? Ja. Jullie liepen met elkaar. En hebben jullie al vaker meegedaan? Nee, dit was voor mij de eerste keer. De eerste keer voor jou? Ja, niet de eerste keer, maar volgens mij de tweede of de derde keer. Tweede of derde keer. En nou heb je echt een prijs, hè? Dat is hartstikke leuk, dat is heel mooi. En lopen jullie vaker hard of is dit zomaar één keer? Nou, eigenlijk zomaar één keer. Zomaar één keer, voor jou ook? Ja. En dan sporten jullie wel, of niet? Ja, dat wel. Wat voor sport doe jij? Dansen en volleybal. Dansen, volleybal. En jij? Ja, ik zit ook met Isa in het wedstrijdteam en ik badminton ook. Badminton, oké. Nou, dat is hartstikke leuk. Nou, dat was leuk vandaag, hè? Ja. Ja? Nou, fijne dag verder en geniet van je prijsje. Ja, ik ook. Doei. Ja, dan maar. Jullie gaan meedoen met de Tuin van Brabantloop? Ja. Eerste keer? Even goed denken, tweede keer. Tweede keer? Ja. En voor u? Eerste. De eerste keer? Ja. Vaker hardlopen of is dit een gelegenheidsgebeuren? Gelegenheid. Ja, vaker hardlopen. Ja, veel vaker. Hoe vaak? Nou, eigenlijk niet zo vaak in de week, maar wel redelijk wat wedstrijden. Dus ja, vraag me. Wij lopen met Interpolis, doen wij mee aan de estafette. Dus oké, okay, jullie ja. Doen met er eentje meer 5 kilometer. Ja, die komt zo nog. Oké, okay, ja. Dat is mooi. Dat is leuk. Dat is een vrouw. Oké, leuk. Ja, zeker. Houden jullie in de gaten? Die houden we in de gaten. Ja. Dus wij hebben degene bij die het minste ervaring heeft, dus de snelste bij ons. Dus dan, ik moet maken. Nou, dat is prima. Ja, ik ben benieuwd. Die gaat als eerste dan? Mijn vrouw gaat als eerste. Die gaat als eerste. En die loopt ook vaker hard? En die loopt ook vaker hard, ja. Die is twee keer de marathon van Amsterdam en één keer de marathon van Rotterdam. Dus die daar eigenlijk alles op gezet. Die kan er ook van 5 kilometer laten. Respect voor. Ja, oké. Okay. Ja. Alleen wat ze nou eens weten we niet, dus ik denk dat we zo een zoekactie moeten doen. Ja. Is dit ook van Bureau Brabant? Nee, dit is van Loes. Ik zal een kaartje geven. Nee, dat hoeft niet. Oké. Okay. Nee. Waar komen jullie vandaan? Nou, ik kom uit Kaatsheuvel oorspronkelijk, maar ik woon in Amsterdam. Oké, okay, dan komt er van Nadegent. Dan komt er van Nadegent voor 5 kilometer hardlopen. Ja. Maar daar hebben we graag voor over. Dus, en Tilburg. Tilburg, oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Ja, inderdaad. Hele fijne dag. Ja, dankjewel. En succes. Oké, dankjewel. Jullie zijn aan het opwarmen, zie ik. Ja, dat klopt. No. En jullie zijn met z'n drieën, dus de estafette gaan jullie doen? Nee. Oh. Wij lopen voor onszelf. Jullie lopen voor jezelf? Ja. Hoeveel kilometer? 10. Samen 30, is toch een aardig Ja, zo is het. Even kijken. Wat komen jullie vandaan? Ja, voor jou weet ik het. Uit S, hè? Ja. Uit de Mos. Limde. Oké, het is allemaal redelijk in de buurt. Ja. En lopen jullie vaker hard? Hier bij jou? Best heel vaak, hè? Wij lopen heel veel samen. En hij loopt bij mij in een andere groep nog. Ja. Okay. We zitten bij Prins Hendrik in Vught, ja. Oké. En is dit de eerste keer dat jullie meedoen met de Tuin van Brabantloop? De derde keer. De derde keer voor jou. Voor jou. Maar mij de derde keer, jou de tweede en de vierde. Ja, mijn vierde, ja. En hoe is het jullie afgelopen jaren vergaan? Nou, 2 jaar geleden was voor mij de laatste keer. Was best heel goed gegaan. Heel goed. Ja, eigenlijk tot heel op laatst. Ja. Toen werd heeft ze iets recht te zetten nou vandaag nog. Oké. Okay. Ik werd 10 meter voor de finish werd ik ingehaald door iemand. Ah. En toen was ze vierde. Dat was minder. Toen werd ik vierde. Ja, dat is balen. Ja. Oké. Okay. Vandaag niet meer. Nee, dat gaat nou niet lukken. Dat gaat vandaag niet meer. Gewoon vandaag ben je eerste. Zo is het. De eer van Essen hoog houden. Ja. Oké. Nou ja, ik probeer mijn derde plaats van 3 jaar terug.
Okay. Terug te lopen. Terug te lopen. Terug te winnen. Of nog hoger liever. Misschien nog hoger, ja. Nou, okay. En ik doe het rustig aan, want voor mij hoeft het niet meer. We gaan er een lekkere dag van maken. Het weer is prachtig. Het is altijd mooi weer. Die ballen vorig jaar, maar verder is het altijd gezellig. En dat scheelt ook een hele loop. Het is gewoon gezellig. Ja. Prima. Ja, heel veel succes. Dankjewel. Okay. Heel plezier dankjewel. Willen we hebben. Ja. Dat is het belangrijkste. Yo. Okay, doei. Yo. En waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Helmond. Uit Helmond, dat is een aardig eindje weg om hier drie keer, want jullie zijn met z'n drieën. Ja. Jullie lopen de estafette? We gaan de estafette lopen. Je komt van heel ver om 5 kilometer te hardlopen? Ja, we hebben via het werk ingeschreven, via Interpolis. Oké. We komen nu graag hier naartoe. Ja. Levert een vrije dag op of zo? Ja, inderdaad. Dat weet je. Denk al. Even kijken, jullie komen ook uit Helmond? Ik kom uit Eindhoven. Uit Eindhoven. Iets dichterbij, hoe is je naam? Mark. Ik kom uit Amsterdam. Amsterdam, dat is een heel eind verderop. Ja. En hoe kennen jullie elkaar? Want jullie zitten in één team. Collega's. Jullie zijn collega's? Ja. Oké. Okay. Is het de eerste keer dat jullie met hier en Aarde meedoen? Ja, eerste keer. Ja. Jullie lopen vaker hard? Ja, af en toe. 10 miles in Tilburg, 10 kilometer. Maar ik heb nu al een tijdje niet meer gelopen. Dus ik heb nu een zware dobber. Al is het maar 5 kilometer. Oké, okay, nou ja. Dat kan. Want jij loopt vaak hard? Nou, iets meer, maar we bouwen langzaam op. Dus ik doe het midden en hij haalt alles in voor ons. Dus, Maar jij loopt heel vaak hard dus? Ja, redelijk vaak, ja. Ja. Train 4 keer in de week ongeveer. Dus, En vaak wedstrijden? Vroeger wel, de laatste tijd niet meer zo. Nee. Nou, oké. Okay. Mooie dag is vandaag. Heel veel succes. Dankjewel. Oké. Even kijken hoe de nieuwe uitstorming.
Ja, en daar komt hij aangelopen met het gele shirt. Alex Giesbert uit Bergen. Hij wordt de winnaar voor de senioren van de 5 kilometer van de Tuin van Brabant Loop en Haren. Zijn tijd wordt 19:45. Alex Giesbert uit Bergen. 145. En daar komt nummer 3. Nummer 3 van de 5 kilometer van de heren. Nummer 229. Richard Donders. Richard Bodenplaats bij de Tuin van Brabant Loop. 2013, proficiat. En we hebben het podium bij de heren bij de 5 kilometer compleet. En hier hebben we even de eerste van de estafette volgens mij. Zoals vanmiddag bij de 5 kilometer, Daphne van Zandvoort. Daphne, van harte gefeliciteerd. Daphne van Zandvoort, de winnares van de Tuin van Brabant Loop. Twee podium laten lopen. Daar zijn de boeren bij, van buiten. De tweede loper, en hier de volgende loper, die gaat ook nog even de rondje rollen volgens mij. 21 minuten en 58 seconden. De volgende keer van de 5 kilometer finish, Kevin van Kempen. Kevin, proficiat jongen. 22 minuten en 9. Dan nummer 233. Maar het is in ieder geval van Anker. 138 is het. Ja, dat komt goed. En dan zullen we wel iemand over staan. Maar dat is wel, kijk eens hier. Ja, nu komen er zoveel langs. We gaan even niet op de naam letten. Maar geef ze een applaus als ze langs komen, dames en heren. Ik heb 5 kilometer. Maar een dame met een 300 nummer. Een 300 nummer. Zo, en dan gaan we. Kijk eens. Ah, kijk. En hier hebben we met nummer 15. Yvonne van Baastijk, Kenny Vermeer. Kenny. Succes en voor Energy wel. Nummer 8 komt hier voorbij. Paul Verbund. Met een 300 nummer. Een 300 nummer. Jasper. Waar is je op, hè? Ja, dat gaan we. Kijk eens. Ah, kijk. En die hebben we nog even. Dat is grappig, hè. 221. Kijk. Ze mogen er wel eens. De winnaar van de 10 kilometer. Gefeliciteerd. Twee jaar op rij. Ja, mooi. En je bent niet eens back af. Nee, valt nog mee, maar. Ja, het was 34, zo goed. Het was zwaar met de wind tegen. Ja. In Mulzand. En Mulzand ook gehoord, ja. Oké. Maar hij had alleen lopen, valt ook niet mee, maar. Nee, maar je hebt het ruim zo gewonnen volgens mij. Ja. Dus geniet ervan. Kom er lekker bij. Dankjewel. Wat in je hond laat kunnen. Ja, ik dacht dat ze kap zou doen. Ja? Ik dacht dat ze kap zou doen. Jij hebt de 10 kilometer gelopen. En ging lekker of viel het tegen? Het viel me een beetje tegen. Met name de zand waar je erheen moest? Zand is pittig en veel wind.
En iets te lang gefeest gisteren. Oké, okay, ja, daar speelt ook een rol mee natuurlijk. Ja, ja, maar nee, maar het was leuk. Ja. En toch nog een derde prijs. Dus dat heb je een derde prijs gehaald. Mooi, hè? Ja, dat is mooi. Zeker. Ja, stel nou dat je gisteren niet had gedronken. Ja, wie weet was dan tweede score. Dus volgend jaar opnieuw proberen. Zeker weten. Zeker. Je loopt vaak hard of was dit een incidenteel gebeuren? Nee, ik loop altijd wel hard. Zo'n paar keer per week zo. Een loopgroepje in Haren. Oké, okay, zo één keer in de week, ja. Ja. Altijd wel mee meelopen en dan zelf nog een keer zo. Ja, ja. Ja. Oké, okay, en doe je nog andere wedstrijden behalve deze? Vorige week in Den Bosch. En daarvoor de Vennenloop. Waar is die? Oosterwijk, ja, ja. En de Drunense Duinenloop. En Zevenheuvelenloop. De Tilburg 10 miles. Dat zijn een beetje zo de. Een paar keer per jaar zo. Ja, 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 dat is leuk. En het zijn allemaal dezelfde soort afstanden. Zo 10 kilometer, 10 miles, halve marathon. Okay. Nou, verder ga ik niet. Halve marathon, dat vind ik me. Dat vind ik genoeg. Proost, hè? Jullie hebben allebei gelopen? Ja. Wij hebben alle twee meegedaan. Jij had. Ik ben derde geworden op een 5. Ja, wat, ja, oké, okay, dat is goed zeg. Ja. Hoe oud ben jij? 11. Elf, en hoe weet je? Kiara. Kiara, nou, dus mag je wel feliciteren, hè? Ja. Was het de eerste keer dat je meedeed? Op een 5 wel, maar ik heb wel alle 6 gelopen. 6 kilometer? Ja. Oké, okay, en hier is dus de eerste keer dat je meeloopt in Haren? Ja. Waar kom je vandaan? Berchem. Berchem, oh, dus een aardig eentje weg. Ja. Ja. En je hebt een pa. De pa, de trainer. De trainer. Maar zelf niet meegelopen. Jawel. Waar heb jij. Oh, kijk nou eens. Gefeliciteerd. Eerst op de 5 kilometer. Ja, jij kan het allemaal niet. Zit ik zie zoveel mensen he? Voorbij komen. Ja, dat is mooi. Gefeliciteerd. Zit in het bloed, hè? Ja, dat blijkt dan. Ja, ze heeft echt. Ik train dan de pupillen bij ons, bij de club. Aha. In ons, Savios. En daar is jij echt een. Ja, oké. Okay. Een van de talenten. Ja, ja. Dat is mooi. Dan hebben we geluk. Dus ja, jullie lopen allebei heel vaak hard. Nogal ja, ik een keer 5 in de week en zij 3 keer trainen. 3 keer. En doe je veel wedstrijden? Om de 2 weken. Oké, okay, ja. Dan 2 weken, 3 weken, zij om de 3 weken vaak. Ja. Want ja, dat is nog in de groei allemaal, hè, dus ze moeten mee opletten. Hè. Ja, ja, dat moet je dan wel goed doseren. Ja, heel goed, want ja, ik heb net een jongetje zien starten net. Ja. En toen liep bij mij op de 1000. En ik zeg terug, jongen, je moet er nog 4, hè? Ja, ja, ja. Maar te laat, hè? Ja. Dan komen ze hier binnen huilend. Ja, en daar zijn kinderen die denken toch een keer na. Hè? Die denken toch een keer van, ik denk dat ik ermee stop. Ja, 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 ja. Het doet mij te zeer. Ja. Kijk, en daar zijn je nergens last van. Want nee, die doseert. Nee, nee. Die begint rustig en die bouwt dat op. Ja. En dan is lopen. Nou ja, je bent in goede handen dus. Ja. Ja, leuk. Dus we zien jou hier nog terug? Daar denk ik wel. Ja, volgend okay. jaar zijn we er weer. Nou, het is mooi weer. Geniet van de dag en vooral gefeliciteerd jullie allebei. Dank allebei prijs.